Is het nuttig om als getrouwd stel nog aandacht te besteden aan Valentijnsdag of is dat meer iets voor verliefde stelletjes? Tja, Valentijnsdag, daar heb ik zelf niet zo heel veel aan gedaan. Nooit eigenlijk. Wel heb ik, lang geleden. We waren 5 jaar getrouwd. Dan heb ik een hele leuke verrassing bedacht. Een restaurant, niet afgehuurd, maar we hebben heerlijk een 6-gangen diner daarvan genoten. En een nachtje wezen slapen ergens en daarna een bootje gehuurd met een picknickmand. Dat is al wel 15 jaar geleden, hè? Het is wel even geleden, hè? Dus het is tijd voor iets nieuws wellicht. Dus misschien is deze Valentijnsdag wel een mooi moment om... Dat jij iets bedenkt. Oh ja, nou... Nou ja, zoals je hoort, hebben wij daar nooit heel erg wat mee gedaan. Maar ik vind het wel een goed idee. Mensen zeggen wel heel snel van, commercieel en dit en dat. Maar ja, je ziet het. Soms gebeurt het gewoon niet. En dan is zo'n Valentijnsdag natuurlijk wel de uitgesproken dag om te zeggen... Hey, we gaan eens een keer gezellig samen uit eten. Want dat hebben we al een hele poos niet gedaan. Dus we wensen jullie een hele fijne, liefdevolle en gezellige Valentijnsdag toe.